Welkom bij dit prachtige schilderij, wat we samen gaan ontdekken, omdat het Rijksmuseum te Amsterdam precies dit schilderij heeft uitgekozen uit haar collectie om voor de Museum Plusbus met u samen te gaan bekijken. Ik ben museumdocent, ik heet Tineke. Om te beginnen ziet u al, het is een ongelooflijk groot schilderij met een prachtige zwaan. We gaan de details verder bekijken, maar we zien eigenlijk een heel agressieve zwaan. Wat natuurlijk eigenlijk wel een beetje gek is. Als je de titel bekijkt of leest, De bedreigde zwaan, dan denk je, oh, er moet een reden zijn dus waarom die zwaan zo agressief geschilderd is. En dat zien we eigenlijk heel snel. Een hond aan de linkerkant. Ik denk dan wel van, ja, eigenlijk hoeft die zwaan daar niet bang voor te zijn, want hup, en hij is in de lucht. Er is alle reden echter dat die zwaan niet wegvliegt voor die hond, maar dus agressief met die vleugels klapt, want hij is wat aan het doen. En dat ziet u rechts. En hier zien we eigenlijk de taak van de zwaan. En daar gaan we dadelijk verder op in. Hij is dus bedreigd, want die hond valt hem aan en hij moet zijn nest beschermen. Dus dat is eigenlijk heel, heel, heel bijzonder en belangrijk. Wat een andere reden is voor het Rijksmuseum, voor zijn keuze, is dit schilderij was de allereerste aankoop voor de hele collectie. Kunt u zich voorstellen, zoveel werken. Dit is het allereerste gekocht. Het Rijks bestond nog niet, maar de voorloper was de Kunstgalerij. En de Nationale Kunstgalerij die bevond zich op een plek die u zeker kent, want u weet zeker, denk ik, waar Willem-Alexander en Maxima nu wonen. Het is inderdaad in Huis ten Bosch in Den Haag was de Kunstgalerij en daar is dit werk voor gekocht. De allereerste aankoop. Nou, de directeur toen was ook nog extra blij, want het was voor een spotprijsje, maar goed, het is een waanzinnig mooi schilderij. We gaan nu verder kijken, want er zijn tal van redenen waarom het zo eigenlijk bijzonder is. We gaan ontdekken wanneer het schilderij geschilderd is. En dat is niet heel moeilijk als we de schilder eens gaan bekijken. Ik heb een mooi portret van de schilder en kijk naar zijn haardracht, kijk naar die dure kleding en we weten eigenlijk het antwoord. Het is de 17e eeuw. Nou, de 17e eeuw is veel besproken. We zeggen wel de Gouden Eeuw, maar we moeten iets zeggen. De Gouden Eeuw voor de kunsten en voor de kunstenaars. Daar werd namelijk veel, veel geld verdiend. Maar die tijd heeft wel degelijk een schaduwkant. Het geld werd verdiend met de handel. Grote schepen gingen ver weg. Maar wie gingen er de vaart op? De mannen. En wie bleven er achter? De vrouwen alleen met hun kinderen zonder geld. De weeshuizen explodeerden. Dat was gigantisch. En we weten ook, er werd gehandeld in bepaalde in specerijen, maar een minder mooie kant waarin werd gehandeld is natuurlijk de mensenhandel. Mensen werden tot slaaf gemaakt en dat is uiteraard iets wat heel discutabel is. En de reden dat we nu echt nog wel spreken van, ja, kunnen we de term Gouden Eeuw nog gebruiken? Maar voor de kunstenaars was het een soort Gouden Eeuw, want er waren ongelooflijk veel burgers die veel geld verdienden. De gegoede burgerij die massaal kunst bestelde, schilderijen bestelde. Nou, en dit is daar een voorbeeld van. Maar dan gaan we eens kijken, wat voor schilderijen wilde die gegoede burgerij hebben? Nou, dan praten we over religie. We hebben het over historie, maar wat ook een aantal van die mensen wilden, is eigenlijk hun buren laten zien hoe goed ze het hadden. En dan moet je denken aan portretten zijn daar heel geschikt voor, want dan laat je je uitschilderen in de meest dure, mooie kleding. Je hebt prachtige juwelen om, heel makkelijk om mee te, ja, om trots op te zijn, hè? Om mee te pochen. Ook natuurlijk stillevens waren daar ideaal voor, want een rijk gedekte tafel vertelt ons genoeg. Maar nou kijken we naar dit schilderij. Het is geen religie, het is geen historie. Het valt niet onder die noemer, dus dan
begrijpt u ook, het is gewoon een heel bijzonder thema. Dus dat is alweer een reden waarom dit een heel bijzonder werk is. We gaan weer door. En dan gaan we eens kijken, hoe heeft die schilder die zwaan geschilderd? Waar zat hij? En ik kan u daar een beetje bij helpen, want stel je voor dat u zelf zo'n zwaan wil fotograferen. Waar ga je zitten? Nou, dat lijkt me heel duidelijk. Dan ga je echt helemaal naar beneden en je kijkt zo tegen die zwaan op. En dat heet het zogenaamde kickforce perspectief. En daardoor wordt die zwaan natuurlijk heel imposant. Realiseert u zich ook, die zwaan is nog groter dan levensecht geschilderd. Dus het is nogal wat. Maar het is een en al actie. Dus dat heeft hij zo prachtig geschilderd. Maar het is een beetje een flauwe vraag van mij. Want ik zeg u wel, waar heeft hij hem geschilderd? Maar denkt u nou niet dat die schilder hieronder in het water zat? Dat kon helemaal niet. En dan laat ik u het antwoord daarvoor zien. U kent allemaal de olieverf. De schilders in de 17e eeuw gingen voornamelijk aan de slag met olieverf. Maar dit is een bijna lege tube met olieverf die je nu prachtig kunt gebruiken. Je gaat met een hele stapel naar buiten en gaat geweldig, je gaat rustig zitten om een schilderij te maken. In de 17e eeuw was dat onmogelijk, omdat dit een uitvinding is van de 19e eeuw. Dus met andere woorden, die Jan Asselijn heeft dit onmogelijk buiten kunnen schilderen. En zijn oplossing, of ja, de enige mogelijkheid daartoe was dus buiten gaan zitten, eindeloos het zwanenleven bestuderen, schetsen maken en dan binnen aan de slag. Nou, het resultaat ziet u, het is waanzinnig. Dus dat heeft hij prachtig voor elkaar gedaan. De verf moesten ze zelf maken. Nou, wat u ziet, die zwaan die komt eigenlijk bijna los uit zijn omgeving. Dus hij heeft dat echt heel, heel mooi gemaakt. En een van de redenen daarvoor is dat Jan Asselijn is, net zoals veel kunstenaars in die tijd, op studiereis geweest in Italië. Kijk, de studenten nu gaan ook op studiereis in het buitenland, maar in de 17e eeuw was dat voor de schilders heel gebruikelijk, want Italië is immers het land van de kunsten. Wat deden ze? Ze gingen daarheen en bleven daar een paar jaar en hebben daar veel geleerd. Ik vind het leuk om u dan weer de vraag te stellen, ziet u iets Italiaans aan dit schilderij? En dan denk je van, nou, die zwaan, dat lijkt me helemaal niet Italiaans, maar kijk nou eens goed. En ik kan u daar een klein beetje bij helpen, want u weet allemaal, hè, als vakantielanden kiezen we liever het zuiden van Europa dan onze contraien. En waarom? Het mooie weer. En het eindeloze licht van het zuiden. Nou, kijk naar dit schilderij en wat zie je voor Italiaanse invloed? Nou, het lijkt me heel mooi te zien. Hè. Kijk hier, dat mooie gouden licht hieronder. Hè, die grote wolkenpartij, ook goud. En zelfs het goud in de strootjes. Met dat hele diepe blauw en vooral hier, rondom die vleugel. Waanzinnig. Nou, dat is dus super Italiaans. Jan Asselijn heeft dus ook veel landschappen geschilderd. En je ziet hier ook een Italiaans-achtig landschap. Dit is niet erg Nederlands natuurlijk. Dus je ziet zijn invloed uit Italië kunnen we gewoon hier aflezen. En dan, ja, weet je, die waanzinnige kleuren. Maar door dat contrast komt die zwaan als het ware naar ons toe. Je wordt er bijna bang van. Je durft er bijna niet meer langs te lopen. Dan gaan we nog eens nadenken van die kleuren. Want je kon dat niet kant en klaar kopen. Je moest dus zelf je verf bereiden. En hoe heeft hij deze prachtige kleur blauw nou gemaakt? Nou, die goede schilders die waren op de hoogte van de werking van pigmenten. En die Jan Asselijn die gebruikt, hij kan het zich veroorloven, het dure lapis lazuli. Dat is een edelsteen of half edelsteen wordt wel gezegd. En die gebruikte ze als pigment om deze prachtige, mooie, ultramarijne blauwe kleur te maken. Maar dan zie je daar helemaal linksboven, is die kleur veel grauwer. Nou, ze waren toch spaarzaam, ondanks dat er wel veel geld verdiend werd. En
voor dat wat grauwere blauw kon je goedkopere pigmenten gebruiken. En smalt was een heel gangbaar iets. Ik weet niet of u ooit van die term heeft gehoord. Dat is wel een beetje gek. Maar smalt is eigenlijk gesmolten of gemalen glas. Gemalen glas. Dus dat was veel goedkoper. Maar dan zie je die kleuren waanzinnig. We zien al die details die zo goed uitkomen. Want focus maar eens en kom wat dichterbij. Dan ziet u de waterdruppels op zijn zwemvliezen. Of haar zwemvliezen. Daar hebben we het zo nog over. Dat licht wat door die vleugels schijnt eigenlijk. Het is tegenlicht waardoor die zwaan nog mooier uitkomt. De actie. Ziet u die veertjes die vliegen in het rond. Gigantische actie. En wat ook grappig is. Hij heeft zelfs gepoept. Wat waarschijnlijk uit angst of bedreiging is voor die hond. Dus dat zijn allerlei details en die gouden strootjes waar we het al over hebben gehad. Dus dat is heel, heel mooi. Jan Asselijn heeft ook echt bewust dat zwanenleven bestudeerd. En ik kan u ook vragen van, die zwaan is heel agressief, hij is sterk, maar zien we een mannetje of een vrouwtje? Dat is heel mooi om eigenlijk te weten van het zwanenleven, het koppel blijft het hele leven bij elkaar. Het mannetje en het vrouwtje bewaken het nest. Er is eigenlijk niet zo'n groot verschil bij knobbelzwanen. Het is een knobbelzwaan, dat zien we. Maar er is een mooi detail, want in de lente, eigenlijk had ik u willen vragen welk seizoen is het, maar het lijkt me voor u heel duidelijk, wanneer leggen de vogels hun eieren? Dus we zitten in de lente, maar ook er ontstaat een klein verschil tussen het mannetje en het vrouwtje in de lente. Het mannetje krijgt namelijk een iets grotere knol op zijn snavel. Ziet u dat? Die zwelt aan. En naarmate de lente een verstrijkt, wordt ook die snavel een tikkeltje roder. Het is al een klein beetje rood. Maar toch weten we bijna zeker dat het prille voorjaar is. En dat kunnen we ontdekken aan iets heel anders. Kijk eens naar die eieren. De kleur van de eieren legt ons uit dat ze net gelegd zijn. Die kleur verandert. Net gelegde eieren van de zwaan, het zijn natuurlijk grote eieren, dat begrijpt u voor zo'n grote vogel. Maar de kleur is grijs-groen, precies wat we hier zien. En een beetje mat. Nou, dat heeft hij heel mooi geschilderd, want het is ook mat. En naarmate die eieren wat ouder worden, na een paar weken worden ze namelijk bruin en heel erg glimmend. Nou, daar is nog geen sprake van. Dus, het is in de lente, het is een mannetje die het nest verdedigt. Nou, een prachtig verhaal. Een ander detail is, er zijn symbolieken aan toe te wijzen. De zwaan staat voor zuiverheid. De hond staat voor het kwade. Maar dan gaan we nog wat ontdekken. En dan moet u echt dichter mee naar het schilderij komen. En dan gaan we iets heel geks zien. En dat is ook niet door Jan Asselijn gedaan. Kom mee naar het schilderij en wat ga je zien? Je ziet allerlei teksten. Dat is raar. Je ziet allerlei teksten in het schilderij. Nou, wij weten zeker dat dat in de 18e eeuw is gedaan. 100 jaar nadat Jan Asselijn is overleden. Maar wat staat er dan? Nou, dat is ook weer heel interessant. En daar gaan we weer een soort symboliek in ontdekken. De vijand van de staat boven de hond die hier aangezwommen komt. Onder die zwaan staat ook wat. De raadpensionaris. En dan zien we nog een tekst. Holland. Nou, ik zal u vertellen. In de 18e eeuw was het gebruikelijk om schilderijen eigenlijk nog meer een lading te geven. Het moest een betekenis hebben. Nou, dit is een allegorische betekenis eigenlijk die aan die zwaan wordt gelinkt. Johan de Witt. De gebroeders de Witt. Johan de Witt was de raadspensionaris van het gewest Holland. Heel belangrijk. Maar Johan de Witt wordt bedreigd. En er zijn een aantal bedreigingen waarvan we niet precies weten, maar de bedreigingen zitten in die hond, de vijand van de staat. Het was allereerst Engeland. We waren in gevecht in oorlog met Engeland. Maar het zijn eigenlijk ook de Oranjes.
Het was de monarchie die in gevecht ging met de republiek. Heel ingewikkeld verhaal, maar wel heel mooi. Johan de Wit, de kleur. En nog iets wat daar nog eens bij komt. Het wapen van de familie de Wit was ook de zwaan. Dat is natuurlijk met reden. En Johan de Wit, dat was de raadpensionaris die met hart echt vocht voor zijn gewest, het gewest Holland. Nou, dat is allemaal fantastisch. Nou, dit zijn allemaal redenen waarom we denk ik heel goed begrijpen dat het Rijksmuseum dit, precies dit werk heeft uitgekozen als ja, favoriete werk om samen met u te ontdekken. En als allerlaatste wil ik u nog eigenlijk de signatuur laten zien. En die is wel nog van Jan Anselijn. Dus Jan Anselijn heeft zelf zijn eigen signatuur hier onderin. De J.A. Jan Anselijn. Ziet u? Dus dit is echt heel prachtig. Maar dit schilderij is dus zo eigenlijk met vele verhalen. En ik denk dat het is gewoon meer imposant dan imposant. U heeft alle verhalen gehoord. En ik hoop dat u genoten heeft van dit schilderij. Dank u wel.